Hallo iedereen, welkom op mijn YouTube-kanaal Cosmopolitan World. Mijn naam is Carlos en ik hou ervan om andere talen te leren. En vandaag heb ik besloten om mijn eerste video te maken in het Nederlands. Dat spreken is zeker een belangrijke motivatie geweest in het leren van de Nederlandse taal. Dit omdat Duits en Nederlands tot dezelfde Germaanse talenfamilie behoort. Maar mijn mening is dat Nederlands makkelijker te leren is in tegenstelling tot de Duitse taal. Ik ben 2 jaar geleden zelfstandig begonnen met het leren van Nederlands door middel van materialen die ik op het internet heb gevonden, online boeken en video's. Ik heb in het begin veel tijd besteed om Nederlands te leren. Daarna deed ik dit sporadisch. Na ongeveer 1 jaar had ik nog niet veel vooruitgang met de Nederlandse taal. Hierdoor heb ik besloten om met Nederlandse leraren te praten die ik online heb gevonden. Na ongeveer 30 uur merkte ik vooruitgang voor mezelf. En ik heb ook lessen en oefeningen opgenomen in mijn leerroutine. In maart was ik in België en voor de eerste keer durfde ik Nederlands te spreken tegen de lokale bevolking. En ik was erg blij dat ik kon begrijpen wat zij zeiden. Nu kijk ik uit naar mijn volgende reis naar Nederland, waar ik hoop mijn Nederlands nog meer te kunnen oefenen. Uiteindelijk zag het leren van een taal wat tijd kosten, maar niks is zo mooi dan de mogelijkheid te hebben om met de lokale bevolking te spreken in hun eigen taal. Ik denk, een taal helpt je om mensen beter te kunnen begrijpen. En zo doe je culturele ervaring op een mooie manier op. Ja, ik hoop dat je deze video leuk vindt. En ja, en je kan het met vrienden delen en je abonneren op mijn kanaal, zodat je geen video mist. Ik zal nieuwe video's blijven plaatsen om je te helpen bij het sneller leren van talen. Hopelijk tot snel. Doei!